Hallo Back Legion en welkom bij een nieuwe part van Ori and the Blind Forest. We gaan naar links toe, want naar rechts kunnen wij geen zak. Dus we moeten wel naar links toe. En even kijken. Oh, we moeten nog weer dieper naar beneden. Wat? Oh, hij gooit die orb naar beneden en gaat er ook achteraan. Ik wou zeggen, hij dumpt het bewijs. Dan kunnen we hem niet beschuldigen van stelen. Oh. Uh-oh. Ah. Dat viel eigenlijk op mij. Oh fuck, zo'n klein lief neushoortje gaat die dood. Get wrecked. Crushing blow, oh fuck. En self-destruction. We hadden wel, de achievement hebben we gehad ervoor. Nice. Dat was echt cool. Dat was echt awesome. Maar dan moet ik hem nog een keer halen. Denk ik. Nou ja, ik heb de achievement natuurlijk al wel. Maar voor dat werken dat die game het waarschijnlijk registreert en opslaat, moeten we het nog een keer doen. Maar ja, ik wil sowieso die kant op, dus dat zal wel goed komen. Uh-oh. Auw. Kut, zooi. Maar ja, we zullen zo even wat dichterbij opslaan. Dat is al één punt wat misschien makkelijk is om te doen. Dan hoeven we niet elke keer deze cutscene te kijken. Want daar hebben we natuurlijk ook weinig zin in. Logischerwijs. Oké, oh wow, perfecte save point. Hoe de fuck kregen we dat de eerste keer eigenlijk voor elkaar? Oh, kut. Even serieus, hoe de fuck kregen we dat de eerste keer fatsoenlijk voor elkaar? Je kunt hem ook niet stunnen. Je kunt niks met hem doen in principe. Nee, nou wel. Get wrecked. Oh, for fuck's sakes. En vervolgens werd ik gewrecked. Door de game. Oh, godverdomme. Ik wou een klein beetje wachten op hem. Oh, goddammit. Hij was nog in stun modus. Ik denk van, auw, komt helemaal goed. Auw, daar werden we zelf ook geplet. Ik wil hem pletten. Ik hoor die puntjes. Auw. Auw. Het is wel goed dat we hier een save point hebben. Hoe de fuck gaat hij niet dood? Ik weet, ik ben aan het klooien hier van hier te Tokio, maar ik wil gewoon dat hij doodgaat. Haha, eindelijk. Dat duurde veel te lang. Oké. We zijn veilig van de traps, denk ik. Zo cool dat de traps in zitten, eerlijk. Tenminste, dat vind ik wel wat hebben. Oh. Oeh. What a fucking sneaky trap. Huh? Kikker, kom hier. Wat? Kom eens hier. Ah, dat werkt niet met die steen. Daarvoor dacht ik dat hij daar was. Blijkbaar niet. Ah, we komen helemaal terug bij ons oude bos. Waar onze goede vriend dood is gegaan. Oh, fuck.
Perfect. We gaan eerst even naar rechts, denk ik. Oh, never mind. Motherfucker! Oké, ik had beter eerst naar links gegaan. Gumo's hideout. Ability tree. Kan ik niks meer. Ik heb geen map fragment. Oeh. Dit is wel cool. Allemaal van die bewegende delen. Ja, daar bovenop komen we toch nooit. We kunnen wel naar beneden daar, maar ik weet niet of ik dat wil. Ik weet niet als ik hier langs wil eigenlijk. Ik vertrouw dat ook voor een meter en dat is allemaal voor een ability orb. Dus dat is wel chill. Oh. Au. Ja, we gingen, welke dingen we ook deden, we gingen sowieso dood daar. Oh, daar kunnen we ook niet op springen. Zo spijtig. Oké. Eens even kijken. Dit moet te doen zijn natuurlijk. Oh ja. Bam. Level up. Komen er wel. Daar is een stone fragment ding. Oh, kikker. Kikker. Kill de kikker. Kill de kikker. Goed zo. Brave Ori. Oh, fucking kutspin. Gedood. Get wrecked. Ah, we hebben maar één steen erin geflikkerd. We moeten nog even wat meer steentjes hebben. Daar is één steen. Maar ik vertrouw het natuurlijk voor gemeten. Dus we gaan even opslaan. Hoe gaat het op zich al goed? Help. Help. Goh, dat ging nog maar net. Oké, we gaan ook even gelijk upgraden. Increased damage and allows bashing through enemies. Ultra bash. Allee, oh kut, daar zijn we 2 punten voor nodig. Never mind. Wat gaan we dan doen? Ah, dan doen we dit wel. Dan kunnen we dingen op de map zien. Pickups op de map. Dus dan zien we een paar dingen die we eventueel kunnen oppakken. Zoals die twee opstaan en zo. Het is niet slecht op zich, het zal wel wat doen. Maar we moeten dus de deur openen. We hebben nou namelijk wel 2 dingen, maar dat winnen we de oorlog niet meer. Dus, tenminste, volgens mij niet, toch? Nee. Ja, we hebben de 1, we moeten de 2 hebben. Die orb, dat lichtbolletje wat in de baan zit, die gaat sowieso in de deur. Nou moeten we eerst terug. Oh, wat fucking geweldig. Dat wordt heel leuk. Nou, hij valt eigenlijk op mee. Dat was bijna ding te ver. Dat zal hier naar beneden zijn, vermoed ik. Yep. Oh. Oeh. Wat de fuck ben jij? Oh, we moeten naar links. Ik wil die map fragment hebben. Oh ja. Mooi. De map fragment hebben we. Nu alleen de andere kant nog op. Voor dat ding. Die erg boos is met rode bollen over het algemeen. Mooi. Ze hebben ook overleefd. Uh-oh. Game saved. Boss fight. Tot nu toe gaat het nog. Om heel erg te zijn. Op het paarse plek, dan zie je waar die doorheen komt. Dus dat is wel chill. En dan schiet hij gewoon een bol af en dan moet je mee heen en weer rennen. Dit valt nogal mee. Oké, je zou kunnen zeggen het gebruikt charge misschien. Maar dat heb ik nu net gedaan. Het helpt wel wat. Uh-oh. Mooi. En nu? Was dat alles? Dat serieus alles. Dat is voor die tweede party die we moesten hebben ook trouwens. Om naar buiten te komen überhaupt. Oké. Dus dat was de hele boss fight. Valt eigenlijk een beetje tegen. Nou ja, valt niet echt tegen. Maar het was makkelijker dan ik had gedacht. Dus ja, op zich valt dat dan wel tegen natuurlijk. Maar ga eens aan de kamer, Jaroi. Je hebt bolletjes, dank u. Oké, naar boven. Sneller.
Wacht, pizza tijd. Ik wil eerst, daarom ga ik naar links, voor de map fragment natuurlijk. Die hebben we niet voor niets gejat. Ik bedoel meegenomen, opgehaald. Moet je er ook van wil maken. We kunnen nou dus wat ore pick-up zien. Dus dat is al wel goed eigenlijk. Dus hebben we wel wat aan die perk upgrade. Ze kunnen naar links toe. Alleen zetten te veel spikes voor ons om naar langs te gaan. Maar er zou dus ergens een secret manier moeten zijn. Ik vermoed daar eigenlijk. Waarom weet ik niet. Om daar te komen. En dan heb je hier een deur waar je vier dingen van nodig bent. Enzovoort enzovoort. Dus dat ziet er erg gezellig uit. We zijn nou dus helemaal beneden. We moeten hier naar boven toe. Dus we moeten naar de swamp toe. En we zitten in de moon grotto. Dus hier hebben we eigenlijk niet heel veel te zoeken. Om heel erg te staan. We moeten hier weg. Maar dat komt wel goed. Dat komt helemaal goed. We gaan hier langs. Even wachten. Ja. We gaan heel even opslaan. Pim dat kan. Dan nemen we hier gelijk weer zo'n soul mee. Tussendoor. Zo, kijk. Zo moet dat. Staaf, jongen, vallen, kutspin. Kikker gedood. Dank u. Oké, perfect. De deur is open. Dus dat is ook mooi. Kunnen we namelijk door. Spring. Mooi. Dat was dat. Oké, we opslaan. We hebben zoveel van die soul link dingen. Kunnen ze beter gebruiken. Voor als het echt misgaat en we doodvallen in weet ik veel wat. Lijkt me handiger dat we ze gebruiken. Oh, platform over. Kikker, kikker, kikker. Sterf. Oh, mooi. We leren een nieuwe skill. Awesome. An ancestral tree. Lero lay here. She was shift agile used to cut through the air. Oh, eindelijk. We kunnen een soort van omhoog dashen, hoop ik. Komen we nu achter. Absorb the light. Zullen we kijken. Wat hebben we geleerd? Yay, double jump. Press space to leap in the air and press the sun to jump even higher. Samen ook nodig, want daarmee kunnen we heel veel plekken bereiken. Perfect. Zoals hier naar boven. Wat niet helemaal wil. Maar die plek bereiken we wel op die manier. Haha. Yay. We did it. Awesome. Double jump. Nou kunnen we namelijk ook... Oh, dat plankje is ook weg. Cool. Dat is wel cool. Uh-oh. What the fuck ben jij? Is dat hetzelfde ding? Is dat dat boze ding? Die hadden we net toch al met een bossfight verslagen. Oké, dit is wel fucking cool. De double jumper werkt echt lekker ook. To rekindle. Oh, dat ging goed. En ja, ik maakte een heel mooi geluidje. Oh, no. Hey, die jongen is dood. Nou kunnen we ook hier naar boven. Nou komen we op heel veel plekken naar boven trouwens. Dit is echt perfect. Hier heb ik lang op zitten wachten. Op de double jump. Want nou kun je echt belachelijk ver springen. Als je het goed doet. En niet doodgaat. We gaan even opslaan hier. Krijgen we tenminste HP erbij. Volgens mij kunnen we hier opstaan. Dat kan wel. Oh, boze meneer. Oh, deadly detonation. Achievement. Mooi, mooi. Yay, meer mana punten. Kablam, energy cell erbij. Daarvoor deden we al deze moeite. Anders kwamen we natuurlijk niet... We konden makkelijk terug. Maar via deze manier was het net iets fijner. Moesten we hier beneden nog iets hebben? Nou... Nou weet ik het niet meer. Oh, dat was nog maar net.
Oh, wacht. Zo kunnen we natuurlijk bij die secret komen zometeen. Ah, nee. Hier was verder niks, volgens mij. Dat was die boss fight area. Ja, klopt. Oké. Okay. Ik dacht namelijk dat, omdat dit zo hoog is, dat we hier verder niks konden. Dat we eerst zeg maar double jump moesten hebben voordat we verder iets konden doen. Maar dat was niet het geval. Ik was de boss area gewoon al vergeten. Ik weet niet, slecht voor mij. Nee, dus dit is goed. Dan moeten we dus aan die andere kant normaal naar boven met een beetje geluk. Dus hier tussendoor. En dan is hier secret? Nee, oké. Nou, maar het was proberen waar toch? Waarom niet? Je kunt altijd proberen. Wie niet waagt, wie niet wint. Ah ja, nou kunnen we hier dus overheen springen. We kunnen ook trouwens naar boven als we dat willen. Maar ik neem aan dat we hier ook overheen kunnen springen. Nee. Sowieso niet. Dat is onmogelijk. Dat is nog steeds onmogelijk. Dan moeten we eerst de triple jump hebben. Maar hier kunnen we wel naar boven normaal. Yep. Kijk aan. Kijk aan. Oeh, dat was nog maar net. En nu zijn we er ook over. Dus dat is helemaal perfect. Geef mij jouw punten maar. Hallo, kutspin. Ga dood. Staven, ebola, tyfus en cholera. Dat is een mooie omschrijving, inderdaad. Oh, die deur ging open. Waarom weet ik eigenlijk niet? Ah, dit is daar. Oké. Okay. Perfect. We gaan even naar beneden. Oh, die deur ging niet open. Dat zijn fucking trapdeuren. Het heeft niks met een fucking normale deur te maken, goddammit. Oeh, hey, dat was zo dicht. Waarom gaan we hier naar beneden? We moeten sowieso... Of energy hebben we wel trouwens. Oké. Okay. Ren voor je leven. Goed zo. Hallo spin. Wat doet dit? Ah, oké. Okay. Dat is een object wat we vast kunnen grijpen om iets mee te doen. Er zitten zelfs vleermuizen hier in die grot. Dat is fucking cool. Dat is echt awesome. Oh ja, dus die moet naar beneden, neem ik aan. Vermoed ik dan toch? Ik zou niet weten waar we er anders mee moeten. Naar beneden jij. Ah, ja, sowieso. Konden we ook naar links? Ja, dat konden wij. Oh fuck. Au. Daar ging iets van onze HP op. Naar beneden, naar links. We konden gewoon deze deur openen namelijk. En met die deur kunnen we deze stenen voor flikkeren. En dan zijn we niet lul. En dan wil ik het nog iets extremer maken door die stenen helemaal zo erin te rammen. Zullen we zeker weten dat we er geen last van hebben. Oh, HP. Ja, moeten we zo hard hebben. Oh god, dit wat gaat wat worden. Oké, oh kut. 7 kunnen we niet. Oh, we zijn er wel. Krijgen we... Oh, is ability zelf. Oh, ik dacht dat HP was. Per minute game. Ja. Hoe de fuck gaan we dit doen? Dat was nog maar net. Oh, dat was echt nog maar net. Ik maak hele rare geluiden. I know. Maar dat was echt nog maar net. Oké, we moeten die hebben voor nog verder naar beneden. Come on. Lief, klein, ori ding. Naar boven. Oké, HP. De wondere wereld van HP, Staff. Mooi. Dat was bijna in die fucking spikes daar. Ho. Hey, dat is ook geblokt. Mooi. Verder dan dit kunnen we niet blokken. Geen idee wat dat daar doet. Oké, dat zijn gewoon explosieven. Dit kunnen we niet dashen. Kunnen we niet kapot maken. Dat is kut. Dat is echt kut. Daar is dus een soort van secret ding. Oh, dat was nog maar net. Waarom kunnen we al deze laser dingen en zo afzetten voor wat? We hebben er verder toch niks aan, of wel? Ik kan deze nog verder naar beneden drukken.
Maar dat helpt echt niet om daar boven te komen, denk ik. Ah, wel misschien. Het lijkt er wel op, eigenlijk. Yep. Awesome. Eet jij dat? Ah, dat is... Oh, dat had ik niet eens gezien. Dit ding is een portal. Die schiet het door. Ah. Mooi. Maar we hebben alsnog geen HP upgrade. Ik blijf het wel HP upgrades noemen, maar het zijn geen HP upgrades. Het zijn ability points. Maar dat maakt niet uit. We moeten zo even gaan opslaan, even saven. Dit was wel episch. Dat was leuk om te exploren. Dat was een hele leuke cave om te exploren. Dus well done game. Dat heeft de game heel netjes gedaan. We gaan gewoon via hier. Waarom zouden we moeilijk doen? Ren voor je leven. Eigenlijk valt het wel mee. Hallo. We gaan zo wat upgraden, game. Ik weet alleen niet wat. Eigenlijk. Creëren, ja, 2 life cells kan. Waterbrief kan handig zijn, maar ik denk dat... Increase... Maar dan moeten we eerst bash hebben. En we hebben nog geen bash. Dus... Ik kan die wel gaan upgraden, maar dan kunnen we hem nog niet gebruiken omdat we bash nog niet hebben geleerd. Ik kan deze allebei upgraden, eventueel. Dus, life pickups will restore twice as much life. Dus je krijgt gewoon meer HP van life pickups, wat eigenlijk wel heel handig is. En we nemen meer dingen mee. Dus ik denk dat we voor die 2 gaan. En dat hebben we ook gedaan natuurlijk nu. Puur omdat het iets handiger is. We krijgen gewoon de HP zomaar van verder weg krijgen we mee. En de HP is dubbel zoveel waard, zeg maar, om het zo maar te noemen. Dus dat lijkt mij een goeie. En daarna krijgen we energy pickups reward 50% more energy. Dus dat je sneller levelt. Enzovoort. Maar dat komt vanzelf wel goed. Ooit. Daarboven zit een ding. Ik ben benieuwd of wij daarbij kunnen fatsoenlijk. Even kijken. Wat was eigenlijk de triple dingen? Even kijken. Dat was triple jump. Waar was die? Was dat die? Hier. Ah ja. Dat was die, maar dat duurt nog wel even. Daar zijn we nog lang niet. Volgens mij kunnen we ook gewoon... Nope. We kunnen daar net niet bij komen. Nope, 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 nope. Oké, maar we gaan naar de overkant toe. Dus even kijken wat hier allemaal te beleven valt. Ga eens dood. Rood, spuug, lelijk monster. Ha, zag je wat ik dat deed? Spuug en lelijk. Ja, nee. Never mind. Hallo, spin. Dat is dood. Spin. Niemand mag jou. Iedereen heeft nek aan jou. En terecht ook. Ah, daar is die. We moeten nog steeds achter hem aan, hè? Ik dacht dat we net die bosfight al hadden gehad met die gozer, maar... Blijkbaar niet. Au. Au. We worden veel gehit hier. En ik heb nog maar 1 fucking HP ding. Allee, dus ik ga even opslaan. Oh, get wrecked. Oké, dat hebben we in ieder geval gedaan. Dus we hoeven het ook niet meer opnieuw te doen. Daar gaat het maar meer om. En ik heb weinig zin om alles overnieuw te doen natuurlijk. Moeten we daar opspringen? Ja, ik denk het wel. No, au, kut. Oh ja, het is wel goed dat ik heb opgeslagen. Hallo. Oh ja, we gaan even die dude ook even killen. Zo. Die kan ik even meenemen. Gaan we hier even opslaan. Nou hoeven we niet elke keer zo'n pokkeintje te lopen. Kug, kug. Godverdomme 10 meter, maar dat maakt niet uit. Oh, dat is echt kut. Allee, daarover gaan we ons buigen in de volgende part. Ik hoop dat jullie nog een hele awesome, awesome game vinden. Als je het een awesome game vindt, geef hem natuurlijk even een dikke thumbs up. Deel hem eventueel met je vrienden of zijn hem je favorieten. En ik hoop jullie weer te zien in de volgende part. Laters!